dacht dat hem had. Maar niet. Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Ja, en we hebben, moet je kijken, een hele nieuwe bezetting joh. Wow. Nou, ja, ik zou zeggen, ja, ik kan hier voor, zou zeggen, stel jezelf maar voor. Eerst. Ja, we beginnen op deze kant. Ja, ik ben Duco. Misschien herkennen jullie me nog wel van vroeger, van filmpjes van Master Milo. Maar ik doe nu mechatronica, eerste leerjaar en ik kom hier 10 weken stage lopen. Ja, Duco die is de kleinzoon van Luut. Ja, dus die kunnen jullie nog kennen inderdaad van het rijden met de Suzuki Alto, een handrembocht te maken. Ook met de graafmachine, hè? Ja, was je toen bezig. Maar zou wel leuker zijn als je ook spullen kapot mag maken, of niet? Ja. Zit erop gekomen. Oké, ja, welkom. Hè? Hey. Ik zal even netjes gaan staan. Ik ben Ivo, ik studeer AV op het ROC hier in Tilburg. Ik ben hier samen met mijn collega naartoe gekomen om 540 uur stage te gaan lopen en om alles voor Emiel te gaan coveren op het vakgebied van film. Ah, ik ben Bram en ik zit met mijn klasgenoot ook op de ROC in Tilburg. Ja, en we hopen dat het dat. Nog één vraag voor jullie. Ja. Wie is je tas brandt daar nou eigenlijk aan? Want dat is niet mijn tas. Oh! Ik denk, ruik ik toch, joh. Ik denk, ik wilde jou niet onderbreken in je verhaal, maar ik denk, volgens mij gaat het niet helemaal goed daar. Ja. Lekker man. Dat wordt weer spannend eventjes zo, hè. Even de eerste dagen weer. Ja, wij hadden net even in de werkplaats gekeken. We gaan eerst het een en ander even opruimen, want het is een beetje een zooitje geworden. Oké, lekker, laten we gaan beginnen meteen. Ja, we hebben het nu bedacht hoor, wat betreft de stekkers. Kijk hier, we kregen die niet los, dat is allemaal vastgerold zaten. Vorige keer heb ik deze gewoon de ring gewoon kapot geslepen. En dat is wel de makkelijkste manier om ze los te krijgen in ieder geval. Want ik heb ontdekt waar ik originele stekkers kan kopen. En raar, waar komen ze vandaan? Uit China natuurlijk. Maar ja, dat is wel origineel voor deze tank, hè? Want de rest van de tank komt eigenlijk ook uit China. Dus dan was het toch origineel. Ja, mooi man. Hé, hey, we kunnen de vloer alweer zien, hè? Moet je kijken. We hebben al een heleboel weggereden. Het motorblok wat er stond, er staat weer in het magazijn. We hebben hier al spullen weggebracht van de hydraulische installatie van de koepel. Er staat nou daar klaar om binnenkort aan te beginnen natuurlijk. Even die dingen nog weg. Die generator die gaan we nog terug naar het magazijn doen. Maar even hier weer plek vrij. Kijk dan, onze zetbank. We zijn al, waar gaan we de zetbank zetten? Dat wisten we nog niet helemaal precies. We hadden eigenlijk bedacht, we gaan hem misschien daar ergens zetten. Maar ik denk dat het handiger is dat we hem gewoon zo neerzetten dat we er heel snel met de heftruck bij kunnen. En als we hem dan nodig hebben, dat we hem dan gewoon tevoorschijn halen en hier gewoon midden op de vloer zetten om mee te werken. Dat is makkelijker denk ik dan dat we hem daar ergens langs de kant zetten. Want dan staat het meestal de tijd meer in de weg, denk ik. Dus ja, goed. En, oh ja, en dan dit nog, hè. Daar waren we ook mee bezig. Ja, de vloeistoffencontainer, die willen we nog even gaan reorganiseren. Ja, het zijn allemaal niet zo'n hele spannende dingen, maar het is wel goed dat we even een keer orde op zaken stellen. Het boel opruimen natuurlijk. We hebben hiervoor hebben nog van Netcon hebben mooie stellingjes gehad om hier te plaatsen. En daar was toch tot nog toe was er eigenlijk nooit van gekomen. We moeten deze een beetje inkorten. Kijk, hij past eigenlijk net niet in, zie je dat. Dus dat gaan we dadelijk ook nog doen. Even deze popnagels uitboren en dan die twee staanders iets inkorten. Ja, en deze terug erin bouten. En dan kunnen we hier een stelling maken en dan hebben we meteen wat meer ruimte hier binnen. Want ja, je ziet het, er staan allemaal van die kleine kannetjes, die staan overal een beetje her en der verspreid. Ja, dat is natuurlijk niet handig. Oh ja. Zo, hè. Ja.
We hebben even ruimte gemaakt. Moet je daar maar eens kijken. Oh. Ja. Dat stond hier allemaal een beetje opgestapeld. Maar laten we deze dingen even in orde maken. Ik heb hem de kraspen al afgetekend. Een stukje eraf tjakken. En dan past die daar ook mooi in. Dus, oké, perfect. Nou, we hebben er zelfs 5. Ik dacht dat we er 4 hadden. Maar... Ja. Kom een grote body potnagels eruit tjakken. En dan afzagen. Hij draait mee. Oké, bij nader inzien gaan we de potnagels gewoon wegslijpen. Hij begon al mee te draaien en zo. En dit bovenste stuk gaan we er toch afzagen. Het is ons alleen om dit dingetje te doen natuurlijk. Dus slijpen ze gewoon voorzichtig af. Komt goed. Hey. Tjak. Dat is perfect. En dan moet ik hem afzagen. Even kijken. Het was het tweede gat hè, waar we door gingen zagen volgens mij. Derde. Ah ja, hier zo. Ja, die. Kun je het voorstellen, we hebben de heftruck nog nooit opgeladen. Sinds dat wij hem hebben, heeft hij nog niet aan de lader gezeten. Ik bewijs dus hier, ik ben nu de stekker pas aan de lader aan het zetten. Het is met een postvlog dit. Oeh. Oh. Ik denk dit zijn spulletjes om hem op te laden, maar dit zijn gewoon serieus nog... Nou, ze hebben wel heel weinig vertrouwen in mijn rijkunsten, geloof ik. Ten hele... We kunnen heel de heftruck nog een keer bijkwasten als het moet. Oké, dit zijn echt serieus. Kijk hier dan. We hebben gewoon blikken verf bij gehad om bij te werken als het nodig is. Oké, nou ja, dat is er wel. En zelfs... kwasten en rollers ook. En een stukje schuurpapier. Ja. Kijk hier dan toch eens even. Als het goed is hebben we dit nou nog niet nodig. Want we moeten dat accupakket pas bijvullen op het moment dat hij bijgeladen is. Want anders heb je kans dat hij overstroomt. Ik heb het even gegoogeld toch? Stappenplan voor het correct opladen van een heftruck accu. Zet de truck bij de lader. Neig de mast voorover, laat de vork op de grond komen. Zet de heftruck in vrij, activeer de parkeerrem, ook gedaan. Contactsleutel uit het slot. Oké, nou laat hem eruit halen dan. Nou, het stond al uit. Trek de contactstekkers los. Hebben we al gedaan. Klap de accuklep open. Bah! Meet het elektrolyt van de cellen met een zuurweger. Oh, en monteer in een logboek. Oké, logboek. Dat hebben we niet. Steek de stekker van de lader op de stekker van de accu. Zorg ervoor dat de kabels niet op de grond liggen. Dat, ik denk dat we dat nog even nauwkeuriger moeten uitzoeken. Maar ik denk dat we hem gewoon kunnen opladen zo. Want dit is gewoon de stekker van de batterie. En wekelijks onderhoud voor een lange levensduur. Draag altijd goede beschermingsmiddelen. Hey.
Duco, had jij nog vonken in de planning staan voor vandaag? Nee, niet per se. Oké, goed. Dan moeten we hem gewoon aankoppelen, denk ik. Zo. Hoppatee. Het werkt. Ja, mooi. Ja, we zijn er net al. We hebben hem, het is echt al, we hebben het ding al een hele tijd. We hebben hem nog nooit opgeladen. Nu keken we zeg maar net de instructie. En daar zei ze, zorg dat hij niet onder de 80% komt qua, qua lading, om het zo maar te zeggen. Oh, dat valt toch wel mee. Oh, kijk hier. Hij is ook al, hij is al boven de 80%. Dus dan viel het wel mee. Oké, okay. Hey, dan is het misschien toch goed. Nee, ja, ze hadden mij gezegd van als hij daar twee blokjes op het display heeft, zeg maar. Ja, dan is hij echt te ver leeg. Dan heb je kans dat sommige functies niet meer werken. En dan voor die tijd moet je hem dan laden. Dus we hadden nou drie blokjes op het display. En daar dacht ik dat dat dus 20% was. Maar dat is dus duidelijk niet, want hij zit echt net aan de lader. En hij zegt dat hij nou al meer dan 80% weer is, die accu. Dus dan is het blijkbaar dus toch wel goed. Popnagels zoeken we. Die hebben we nou eigenlijk nodig. Oké, okay, weet je wat we doen? We kijken nog even daar in de werkplaats. Ik denk dat daar misschien nog een kans is. En anders dan gaan we er gewoon boutjes in zetten. Dan wordt het maar gewoon boutjes in plaats van popnagels. Hier zouden ergens kunnen liggen ook. Nee. Even vijf. Oh, hey. Maar ah, dit is mooi toch? Dan doen we er gewoon M5'jes doorheen. Kijk, we hebben hier zelfs nylon moertjes. Nou, trouwens, er zit nog geen nylon in. Oké, okay. Ik zou zeggen, zet er gewoon M5'jes in. Dan komt het goed. Jo, doen we dat. Popnagels gevonden. Alleen nog geen tang. Oké, okay, laten we die vast meenemen. Dan gaan we die tang ook vinden. En dan gaan we laten zien op de video waar die ligt. En als ze dan weer vergeten zijn, dan kunnen we op de video terugzien waar die dan moet liggen. Zoiets. Ah nee, verdorie. Ik dacht dat ik hem had. Ja, hebben! Hebben! Dat hadden we natuurlijk nooit gedacht. Dat die gewoon in de gereedschapskar bij de tangen zou liggen. De popnageltang. Ja, dat is fijn. Logisch. Oké, okay. Nou dan is het een feestje, want dan denk ik dat het zo in elkaar staat. Het was zo mooi, alleen de popnagels zijn te klein die we hebben. Oké, okay, dan toch maar boutjes. Laten we dit gewoon bij elkaar leggen, ja. Ik ga wel uitboren. Ja, ja, ik moet even uitboren inderdaad. Plop, zo. Oké, okay, nou dit komt goed zo denk ik, hè? Ja. Ja, kijk. Dan heb je ze er ook zo ingeschroefd, denk ik. Ja. En, even puzzelen hoe we die stellingjes erin krijgen allemaal. Zo. Die is active. Oeh, ja. Yes. Ja, perfect. Zo moeten die dingetjes erin kantelen en dan daar komen de platen op te liggen. We kunnen die eigenlijk allemaal op gelijke hoogte al erin zetten. Maar we moeten even kijken hoeveel platen we erin willen leggen. Ja, nou, je hebt deze en dan zit er één geld onder en dan zit hij eigenlijk bij deze. Zo zit hij. Zo. Ik heb geen zin om ze echt helemaal ram vol te leggen, maar flesjes opstaan zo. Ja, dan zie je dat gaan. Oh ja, trouwens, die zit een stuk hoger, hè. Die platen zijn best wel dik. Ja, het is wel zo, als ze op een gegeven moment merken dat het anders moet, dan even het ook zo verzetten, hè. Dat is ook nog wel een ding. Ik zeggen, daar zit, als ik kan, als zo'n fles. Oh, dat gaat best wel. Hij kan best een tik hoger wel. Niet helemaal best. Nou, hij moet ook nog wel een tandje verder, want anders dan...
Zo. Dat komt goed zo, denk ik. Ik heb ze hier allemaal op zitten trouwens. Of heb jij er misschien nog één dan? Wat meen je? Dat zou nog wel eens kunnen misschien. We zijn een beugeltje kwijt. Zo eentje. Maar daar kunnen we dit wel tussen frutsen. Oké, ik ga nog wel even wat boutjes. Ik schroef daar wel wat tegenaan. Dat komt wel goed. Ik glijp er even een hoekje af. Dan steel ik er even eentje in. Doe dat maar. Ik ga dit wel even maken. Nou, hoppatee. Very good. Het is niet het officiële beugeltje, maar dit werkt ook wel. Kijk, hoppatee. Zo. Hoe gaat het hier? Ja, goed. Het ziet er wel beter uit. Hey, kijk eens dan. Zie je dit? Heb je mooi gedaan, Duco. Dankjewel. Ja, mooi hoor. Ja, de eerste stagedag zit er al weer op, om het zo maar te zeggen. Ja, we hebben vandaag de dag een beetje besteed. Oh. Hij staat. De tweede moet nog wel komen, hè? Dat snap je. Okay. Stop, hè. Jee, ik kan het zeggen, verongeluk niet op je eerste dag, hè. Man. Ja, dit is... Ja, dit is ook weer een dingetje voor in de RINE, hè, dit. Een gat in de grond. Ja, nou nee, ja, je kunt er niet zomaar in. Je kunt er wel opstaan, zeg maar, dat wel. Maar het is wel een ongelijke dingen, ja. Ja, dat is... Oké. Hey, ja, ziet er goed uit dit, toch? Nou, we hebben in één keer een boel ruimte daar. Dat daar kunnen we weer ergens bij. Dat is in ieder geval een goede zaak. Ja, wat vond je ervan? Eerste stagedag? Goed, ja. In het begin een beetje opruimen, maar ja, dat hoort erbij, hè? Ja, het is, ik zag allemaal klachten in de comments voorbij komen dat we een keer moesten opruimen. En moesten ook dakgoot repareren, bijvoorbeeld. En die rozers waar je nou bijna in stapt, hè, Bas? Jij stapt er ook ooit bijna in. Ja. Die? Ja, dat is misschien nog wel belangrijker dan die dakgoot eigenlijk. Maar ja, goed. Zo liggen er wel meer dingen die allemaal moeten gebeuren. En als we zo van lieverlee zo af en toe een keer wat dingetjes aanpakken, dan is het... Dan komen we uiteindelijk waar we zijn moeten, denk ik dan. Dat komt allemaal wel. Jawel. Nou ja, dit is ook alweer weer een verbetering, toch? Ja. Ja, lekker man. Hey, en hoe was jullie eerste dag? Ja, mij beviel het heel erg goed. Dus ja, een beetje kunnen oriënteren, kunnen zien hoe en wat. En, ontzettend genoten. Ja, mooi. Gelukkig. Ja, dat is een goede zaak, toch? Nou, ik hoop dat de kijkers het ook mooi vonden. Ik denk dat we moeten gaan afsluiten, want het is ondertussen al wel weer zo laat. Dus kijken dat we van de week weer een beetje met spannende dingen aan de slag kunnen gaan. Dan alleen maar opruimen en stellingen bouwen en zo. Maar we hebben in ieder geval weer wel wat goede dingen gedaan, denk ik. Dus, ik zou willen zeggen, mensen. De English Summary. Waar plakken we hem? Daar. Okay. Of in de omschrijving. En voor de comments ook, zeg maar zo. Of in de omschrijving. Ja, dat is maar net wel een plakken. Dus ik zou willen zeggen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.